Dan wordt het nu de hoogste tijd dat we het eerste artiest maar aankondigen. Dit is Tatjana. Ken je die? Die is mooi en die zingt ook nog prachtig. Tatjana. Dag Tatjana, hallo. Goh. Nou, daar sta je dan, hè? Ja, leuk toch? Gezellig. Ja. Hey, Tatjana, volgens een heleboel mannen zou jij de ideale vriendin zijn, hè? Je bent mooi, je bent vrolijk, filmster, zangeres en je bent op weg om schatrijk te worden. Ja. Hoe zou jij nou de ideale man zien? Nou, hij moet heel lief zijn. Hij moet een hele grappige iets hebben. Niet knap te zijn hoor, maar hij moet iets hebben, een karakter hoor jongens. Ja, ja. Nou, dan kom ik nog wat later thuis dan ik verwacht had. Hè? Hoe gaat het met de platen? Het gaat heel goed. Ik ben allemaal fans heel erg dankbaar. Want als ik hun niet had, waar zou ik geweest zijn? Ja, dit is een zwaar vak, maar je staat er bij de heigen als een paard. Hè? Goed, Tatjana, heb jij alle afleveringen van Pin-up-club gezien? Jawel, ja. Hoe vond je ze? Nou, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, leuk. Ik weet in ieder geval één ding. Wat de mensen er ook van zeggen, ik denk dat er bijna meer dan de helft van de Nederland toch voor de beeldbuis zit. Wat ze er ook over te vertellen hebben, ze zitten wel naar te kijken. Ja, en om nog even weer een herinnering te brengen wat de hoogtepunten waren uit de afgelopen 6 pin-up clubs, laten wij u het volgende filmpje zien.